Een soort dampende gehaktstaafboer, weet je wel. Alleen dat je denkt dat je hem binnenhoudt, maar dat hij toch door je oren zo naar buiten komt. Ja. En toen draaide jij alle raampjes tegelijk open. Juist. En toen zei jij... En nou stop ik stop ermee. Ja. Ik ruik hem weer helemaal voor me, zeg. Ja. Maar wacht even. Even het hele verhaal. Want die boer, dat was natuurlijk wel de spreekwoordelijke druppel, hè? Ja, nee, natuurlijk. Het ging om het verhaal. Erachter. Jij had er heel goed van. Jij zei, ik ben nou 43. Ja. Mocht er in mijn leven nog eens een keer iets anders moeten, dan moet dat nu gebeuren. Anders is het misschien te laat. Exact. Nou, ik moet zeggen, ik vond het toen heel goed van jou. Jij meent dat echt, hè? Ja, nee, echt. Weet je dat ik dat nou hartstikke leuk vind om te horen? Ja. Zeker nou ik zie wat voor carrière jij maakt. In de tweedehands boekenwereld. Luister, vriend, ik wilde na 15 jaar reizen en trekken langs het Nederlandse theaters vooral het moment voor zijn dat wij elkaar definitief de hersens zouden inslaan. Ja, maar ja, goed, dat kan altijd nog, hoor. Ja. Luister, waar ging het nou helemaal om? Nou ja, het was jou gaan erger in de loop van de jaren dat ik in al die voorstellingen steeds mensen ging imiteren. Terwijl ik vind dat leuk om te doen, het spijt me ontzettend. Ik vond het altijd wel even een rustpuntje in de voorstelling. Als ik even iemand ging imiteren. Als ik even iemand ging imiteren? Man, ja. Er waren hele avonden bij, dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Dat ging toch de hele avond door? Jawel, maar daar hebben we het toch over gehad toen. Dat is uitgediscussieerd. Ben ik van de ene dag op de andere mee opgehouden, want het was verboden terrein geworden. Nou, dat heb ik nooit gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Dan heb je het in ieder geval zo bedoeld. Dat heb ik ook niet zo bedoeld. Dan is het zo bij mij overgekomen. Het gaat erom hoe het bij mij overkomt. Jij hebt gezegd, je mag wel imiteren als er een aanleiding voor is. Als de functie heeft in de voorstelling, dan mocht ik opeens wel imiteren. Dat heb ik gezegd, maar dat is dan toch iets anders. Ja, maar ik mocht niet meer als ik er zin in had, even een stukje Harry van Rijgen. Jij mag voor mij best Harry van Rijgen. Je mocht alleen als je deel uitmaakte van een verhaal. Zolang Harry van Rijgen in een verhaal zit... Dan moest het ook nog een verhaal zijn waar Harry van Rijgen natuurlijkerwijs in voor zou kunnen komen. Harry mocht er niet met de haren bij gesleept worden. Nee, het barsten van een verhaal met Harry van Rijgen erin. Zegt... Hier, rood kapje, neem maar een verhaal, rood kapje. Wat? Grootmoeder, wat heeft u vreemde ogen? Ja, rood kapje, ik ben 25 jaar lang voorzitter van PSV geweest. Nou, wie wil je? Ja, van flauwekul. Dit vind ik ongelooflijk. Dit heb ik nooit zo gezegd. Let op. Het enige wat ik altijd heb gezegd is dat een goede imitatie heeft altijd een context. De context, daar is je alweer. Jawel hoor, de context. Ja. Tenzij ik een heel klein stukje zou imiteren, dan hoeft het niet in de context. Heel klein, misschien maar één zinnetje van Harry van Rijn. Misschien maar een woord. Een flintertje van Harry van Rijn, dat mocht zonder zijn. Een fragmentje. Nauwelijks te merken, oogbeweging. De mensen in de zaal elkaar aanstoten dat ze zeggen, verrek, was dat nou Harry van Rijn? Nee, dat kan niet, dan zou hij het wel veel langer gedaan hebben dan. Als het zo kort is, dan mag het. Hele korte stukjes. En dan een hele tijd niks. En dan misschien nog een heel klein stuk. Maar wat zeker niet meer mocht, dat waren hele verhalen. Waar maar geen eind aan komt, alleen omdat het zo leuk is om Harry van Rijn na te doen. Dus geachte cursisten, schrijf even mee. Imiteren mag, mits in de context of en passant uit de mouw geschud. Dan mag het ook eventueel. Kijk, er is aan zich. Antiquariaat Oblomov met Harry van Rijn. Nee, mevrouw Degelen, het goede nummer, mevrouw. Ja hoor, u belt precies op het goede moment. U maakt volledig deel uit van het verhaal, dus dan mag het wel. Nee, mevrouw, maar dat is ook flauw. Nee, sorry. Ik serieus kom. Nee, u heeft inderdaad Antiquariaat Oblomov gebeld. Eigen stem, ja. Wat kunnen wij voor u betekenen? Heel fijn. Een balpoottafel. Nee, wij verkopen geen balpoottafels. Nee, dat is een misverstand. Wij zijn geen antiquair, wij zijn een antiquariaat. Dat denken veel. Gefeliciteerd, u bent pas de 35e vandaag. Ja, maar dat is dus... Wij verkopen tweedehands boeken. Ja. Zeg dat even, tweedehands boeken. Nee, maar alleen maar boeken, mevrouw. Staat ook maar met zulke letters in de telefoongids. Maar je moet de telefoongids wel kunnen lezen. Ja? Stomme zeug! Ik zet de radio even wat zachter, mevrouw. Hang gewoon. Nee, maar echt alleen maar boeken. Ja, ook kasten vol. Schitterende boeken, mevrouw. Over van alles en nog wat. Ja, kent u bijvoorbeeld Diepe Gronden van Nancy Friday? Ach, maar dat is zo'n prachtig boek, mevrouw. Ja, maar dat gaat over de diepste erotische fantasieën van vrouwen. Ja. Ja. Oh. Op een zeiltje. Op een zeiltje?
Maar wie gaat op een zeiltje? Gaat dan... Oh, uzelf en dan... Ja, ik snap het. Ja. 70 mannen. Jeetje. Maar wel... tegelijk. Oh, om de beurt. Ja, nee, ik zeg even dat ze... En ik... Och, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, nou zeg. En dan eindigt u als een druipende sneeuwpop. En dan is het lekker warm afdouchen en maar weer eens op huis aan. Ja, mevrouw, moet u luisteren. Ik heb een beeld. Maar bopo-tafels, die hebben we niet. Daar. Nee. Zij had al lang opgehangen. Ja, natuurlijk had ze al lang opgehangen, mama. Dacht je dan, gek. Ja. Ik wist het. Ik wist het. Gadverdamme. Wat ben jij ziek, zeg. Hé. Ik ben niet ziek, hè. Ik verzin hier niks. Dit bestaat allemaal echt. Wacht even, vriend. Ik hoor jou een heel verhaal over een zeiltje. Ja, dat gaat met een zeiltje, ja. Wat gaat met een zeiltje? Het is komen overwaaien uit Japan. En dan gaat er een naakte dame op een zeiltje knielen. En dan komen er 70 man. Maar wat zijn dat voor mannen? Blote mannen. Nou ja, ze hebben dan wel sokken aan en een horloge om. Ja, nou ja, het zeil is koud en je moet weten hoe laat je aan de beurt bent. Mag ik even weten wat er dan gaat gebeuren? Ja, dan gaan ze onderbeurt een liedje voor de zingen. Nou goed. Daar zit ze nogal op te wachten met het duikbril en het trechtertje. Je snapt toch wel wat die mannen gaan. Die gaan daar, als de camera loopt, komen die één voor één af over die vrouw. Gadverdamme, komen af over die vrouw. Ja, daar gaat ook wel eens wat naast, maar dit is verder. Nee, even stoppen. Daar is het zeiltje voor. Ja. Wacht even, heeft deze smerigheid, heeft dat ook nog een naam? Ja, dat is Japans, hè. Het heet bukake. Hoe? Bukake. Bukake? Ja, B-U-K-A-K-E. Dat is het Japanse woord voor lauwe lenteregen. Weet je wat ik eigenlijk het smerigste vind? Dat jij dit soort dingen weet. Ja, hey, ik heb het niet van mezelf natuurlijk, hè. Ik heb dit ook maar van SBS6. Van SBS6? Ja, daar hebben ze het ook. Ja, het is goed mee. Daar heet het de rijdende trechter. Hey, nou moet je stoppen. Je moet eens kijken voor... Nee. Het is elke woensdagavond, kwart over zes. Kwart over acht is het. Kwart over acht? Kwart over acht, ja. Lekker op tijd. Ik kwam laatst thuis en zaten mijn kinderen er al een kwartier naar te kijken. Nee, ik wil het niet meer weten. Nee. Maar goed, ik heb ze in de eerste dweilpauze naar boven gestuurd. Want, ja, ze wou niet weg. Ze zei, SpongeBob komt nog. Dus, Jij wordt vriendelijk bedankt. Voortaan iedere keer als ik een vrouw zie met zaad op de kop, dan moet ik denken aan een sneeuwpop. Nee, andersom. Nee, oké, ja. Dit bedoel ik nou. Dit is exact wat ik bedoel. Laten wij nou blij zijn dat wij gestopt zijn met theater. Ik bedoel, wij hoeven dit soort smerigheid nooit meer te verwerken in een of ander goedkoop cabaret-nummertje, zodat de mensen in het eerste bedrijf een beetje loskomen. Als je dat bedoelt, nee, dan heb je groot gelijk. Wij hebben die smerigheid niet meer nodig. Nee, het is een hele opluchting. Laat dat lekker over aan die jongere, talentvolle collega's van ons. Ja, joh. Die vieze, gore Theo. Gadverdamme. Ja. Wat? Hey, hallo. Wat, hoezo jasje? Waar gaat de reis heen? Nee, ik moet weg, man. Ik ben net binnen. Ah, nee, sorry. Ik ben een veelgevraagd man in de media. Zal je toch niet ontgaan zijn? Nee. Nee, het telefoontje staat niet stil, joh. Jij kan een bordje op je deur hangen dat het winkeltje gesloten is. Ja. Maar ik ben mijn eigen winkeltje. Ik kan mezelf niet sluiten. Ja, je kan wel nee zeggen, maar dan ben je de volgende keer de volgende keer de lul. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jij was eerlijk gezegd dit jaar ook weer niet met je kop van de buis te branden. Ons nationale testbeeld. Volgens mij was alleen Philip Frerichs vaker op de tv dan jij. Oh, dat was jij ook. Ja. Philip, hè? Maar wat ga je nou doen? Nou, ik moet nu inderdaad naar Hilversum. Voor een brainstorm. Voor een brainstorm? Ja, we hebben een brainstorm. Er komt een groot nieuw tv-programma. Primetime, heel belangrijk. En daar moeten we over stormen. Een heel nieuw programma? Ja. Leuk. Waar gaat het over? Dat weet nog niemand. Maar het wordt in ieder geval een heel groot, succesvol programma. Ja? Met torenhoge kijkcijfers. Dat is al afgesproken. Mooi. En het wordt een satirisch programma. Mm-hmm. Het wordt keihard, maar ook grensverleggend en baanbrekend. Ja. En heel vernieuwend. En razendsnel voor een zo breed mogelijk publiek. En wat is jouw rol daarin? Willem van Hanegem. Nee, jij gaat niet weer Willem van Hanegem. Ja, natuurlijk ga ik godverdomme Willem van Hanegem. Ik ga lekker met mijn zweetpoot op tafel leggen bij die brainstorm. En dan zeg ik gewoon om de 10 minuten, dames en heren, het is in wezen allemaal vrouwen. En dan moeten ze lachen. Ja. Ik zie je. En daarna stuurt ik een factuurtje.
En dan moeten ze niet meer lachen. Maar zo. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. You seem to be in a very happy mood. Right, sir. I am, sir. Tremendous mood indeed, sir. I'm feeling great and life is very good. How nice, sir. How good, sir. If I may ask, how come, sir, that you're in such an overwhelming mood? I swear, sir. Don't know, sir. Don't have a slight idea, sir. I certainly would tell you if I could. I'm sure that if you knew, you always would. Now, what can I do for you, sir? Well, to be perfectly honest, I've come here to buy a book. A book? A book. Well, then you have come to the right place indeed, sir. Well, I jolly well hope so, because that's why I've come to the bookshop. Clever man. Life is full of surprises. I know that you'll agree. But... oh, the sun always rises, and your books are waiting for me. And without books, where would we be? Good morning, good morning. Well, thank you, sir, good morning. Please take your time and allow yourself a look. It's a perfect day, a glorious day, a gorgeous day, tremendous day, a brilliant day to allow yourself a tell my wife. Boeken over Paul van Vliet. Ja. U bedoelt de cabaretier Paul van Vliet? Kan wel een paar van Vliet, ja. Ik zal even kijken, een moment. Fijn, dank u wel. Er gaan dagen voorbij dat er niet naar gevraagd wordt. Even kijken, Paul. Nou, ja, kijk eens, ik heb er vier. Het zijn niet allemaal eerste drukken. Oh, maakt niet uit. Nee, dit zijn alle typetjes. Nee, dit zijn alle liedjes. Ja, maakt niet uit. En dit zijn de liedjes met de typetjes. Ja, dat is mooi. Geef niet uit. Ik koop alle boeken paar van Vliet. Maakt niet uit wat de boeken. Dank u wel. Helemaal. Ja, het is misschien een onbescheiden vraag, maar u komt uit de Oriënt? China, ja. Uit China? Ja. Ja.
Maar wat is dan uw relatie met Paul van Vliet? Ik ben 20 jaar lang bekendste Pavarotti-imitator van China. Paul van Vliet-imitator? Ja, nou niet zomaar. Bekendste heel China. Ja, maar, ja. De bekendste? Ja, ja. Ja, ja. Er zijn er meer. Ja, er zijn een paar duizend Pavarotti-imitators in China. Wacht, is Paul van Vliet dan populair in China? Nee. Nee, een Pavarotti is zo totaal niet populair in China. Maar... Nee, de meeste Chinezen vinden Pavarotti een beetje vervelend. Ik vind er niks aan. Maar Pavarotti imitators, waanzinnig populair in China. Ja? Allemaal, ja. Wat leuk, ik hoor dit voor het eerst. Big business hoor, ja. Ja, ik durf het nauwelijks te vragen, maar... zou u voor mij een heel klein stukje Pavarotti willen imiteren? Ja, nee, ik kan niet zomaar, moet er voor een stemming zijn, hè? Een klein stukje. Nee, ik kan niet zomaar. Mensen denken altijd, nou, doet hij wel even. Ja. Even een stukje Pavarotti uit de maas schudden. Even een lespintje de voorstelling. Ja. Maar zo werkt het dus niet, hè? Nee, moet er voor, het is al lang geleden ook allemaal. Lang geleden? Ja, kan is niet meer voorbij, is allemaal. Oh, u doet het niet meer? Nee, gestopt. Ik. Ja. Gestopt? Ja. Ja, ja. Mag ik vragen waarom u daar mee gestopt bent? Ja, het is een hele emotioneel verhaal. Ja? Ik was afschuwelijke dingen gebeurd in China. Het is moeilijk voor mij vertellen. Oh, sorry. Pavarotti imitator in China. Gaat u anders even zitten? Kom allemaal boven. U hoeft het niet te vertellen. Nee, wel vertellen alsjeblieft. Vast. Ja. Het is eind jaren 70 in China, ja. Mao Zedong, dood. Ja, Mao, ja. Overleden. Nou, ja, ja. Opvolger Mao Zedong, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping? U kent Deng Xiaoping. Ja, een hele grote, ja. Dikke... Nee, hele kleine, dunne zijn. Deng Xiaoping, meteen baas van China, laten zien wie hier de baas. IJzeren vuist. Gelijk eerste man, Deng Xiaoping. Grote zuivering, Pavarotti imitators. Zuivering? Ja, meteen aan de beurt. Al Pavarotti imitators gearresteerd, meenemen uit de huizen. Mee, midden de nacht. Jij Pavarotti imitator, meekomen. Nee. Allemaal, ja, help me niet. Allemaal, lekker slapen. Doei, allemaal meekomen. Nee, dat is... Midden in de nacht, flauwe kinderen, allemaal gezinnen. Allemaal smeken, bidden bij politie. Nee. Waar gaat u met mijn man naartoe? Nee. Hij heeft niks gedaan. Allemaal eenvoudige Pavarotti imitator. Ja. En niet eens een hele goeie. Maakt het niet uit, moet allemaal mee vastgebonden. Grote zware houten karren door de stad gereden. Nee. Zware houten borden om mijn nek. Ik ben een vies vuile Pavarotti imitator. Dat bestaat toch niet? Allemaal door de stad en mensen aan de kant. Allemaal dingen gooien. Allemaal naar een voetbalstadion. Kleine groepjes van 10. Allemaal op mijn knieën met nekschotten afgemaakt. Executies apart. Een uurtje tijd was er geen Pavarotti imitator meer over. Heel China niet. Allemaal bloedbad. Echt allemaal dood? Allemaal dood. Maar wacht even, maar u bent er nog? Ja. U bent ontsnapt? Ja. Hoe heeft u dat gedaan? Ik weet het ook niet. Ik heb geluk gehad. Ik voel aankomen in de vette. Ik ben net op tijd helemaal van fan geïmiteerd. Maar dat hou je niet vol. Maar ik moet vluchten naar Nederland. Ja. Nederland, het land van Pavarotti. Ja. Nederland, het land van de vrijheid en meningsuiting. Zeker. In Nederland, je mag zeggen wat je wil. Absoluut. Ja, moet een beetje uitkijken af en toe, maar mag wel zeggen. Maar wacht even, dan begrijp ik uit uw verhaal, dan bent u toch een politiek vluchteling? Ja. Nee, ik neem aan dat u hier dan mag blijven. Nee. U mag hier niet blijven? Nee, wel volgende week uitgezet. Dat bestaat niet. Niet gewend bij een vreemdeling. Nee, dat kan niet. Ja, maar vorige week naar advocaten daar geweest, naar een vrouw Verdonk. Ja? Op het ministerie, mevrouw Verdonk, zei het hele dossier, alle gelezen, allemaal gewikte logen. Mm-hmm. En zij zei tegen mij, meneer Tan, dat hele verhaal van u, ik geloof geen weet van. Ja, zeg. Nee, dat kan ik. Zoiets verzin je toch niet? Nee. Is toch een goed verhaal? U heeft er wel wat gezegd, u heeft toch niet... Ja, kan je zeggen, smeken binnen alsjeblieft op mijn knie. Ik heb de beste imitatiestem opgezet. Ik heb gezegd... Mevrouw van Donk. Ja. Als u mij niet geloven wilt, wie gelooft me dan nog wel? Ja, maar wat zijn... Ik heb een lekker flesje port voor jou meegenomen. Zeg. Kijk eens. Ja. Dankjewel, zeg. Hey, en dat zou jij nou misschien heel raar vinden. Weet je wat daar heel lekker mee is? Kom maar.
Spekblaasrokjes, ja hoor. Weet je dat ik echt heel lang heb zitten twijfelen of jij het wel was? Je... Godzijdank. Heb jij daar nou eigenlijk veel last van het bouwlawaai, daar verderop? Hé? Hey. Heb jij er veel last van, dat bouwlawaai? Sorry? Dat lawaai daar verderop, op die bouwplaats, of jij daar last van hebt? Nee, daar heb ik geen last van. Gelukkig maar. Wat zijn ze daar aan het maken? Er komt daar aan de overkant een boekhandel. Maar dat is een stuk grond zo groot als 3 voetbalvelden. Ja, ja, het schijnt ook een hele grote boekhandel te worden. Krijg je daar geen last van? Concurrentie of zo? Concurrentie? Ik weet niet, zolang zij aan de overkant geen antiquariaat beginnen, heb ik daar weinig last van. En als ze daarna toevallig wel een keer een antiquariaat beginnen? Ja, geen idee. Zo? De dynamische ondernemersgeest zit er lekker in bij het antiquariaat. Luister vriend, ik zat hier het eerst. Ja, dat is een ijzersterk economisch argument. Ah, ja. Ik begin langzamerhand een klein beetje te begrijpen waarom die vorige eigenaar jou dit winkeltje zo graag wilde verkopen. Trouwens, hoe heet die vent nou? Buk! Oh, Fuik. Nee, nou is het klaar. Nu is het niet meer. Vind het niet? Bub Fuik, klaar. Nee, sorry. Nee, oké. Okay. Maar jij hebt mij wel laatst verteld dat die rare Bub in Australië zat. Nee, Alice Springs zelfs. Hij zit in Alice Springs. Wat moet een mens nou toch in Alice Springs, man? Daar is toch werkelijk helemaal geen zak te doen. Hoor jij wat jij zegt? In Alice Springs, daar is helemaal geen zak te doen. Nee. Gek, in Alice Springs, daar staat het telegraafhuis van Charles Todd. Ja. Dat zegt jou niks? Nee. Heb je ook nog nooit gehoord van Charles Todd? Sir Charles Todd? Nee. Och, oh man, oh, wacht even. Nou gaat er een wereld voor je op. Sir Charles Todd, dat was het grote genie achter de Overland Telegraph Line. Weet je? Nee? Nee. Ik heb het over de periode 1860, hè, de tijd van koningin Victoria. De grote telegraaflijn. Oh, ja. Overland Telegraph Line. Dat was een telegraaflijn die liep van het zuiden van Australië, dus helemaal naar het noorden. Dus echt helemaal van Adelaide naar Darwin. Moet je je voorstellen. 1 grote kale vlakte, 1 grote woestijn. Dat was een afstand van 3500 kilometer. Van hier naar Moskou. Nee. Van Adelaide naar Darwin. Nou, Charles Todd had een berekening gemaakt, 3500 kilometer. Ja. Daar heb ik voor nodig 28.000 telegraafpalen. 28.000. Nou, je begrijpt, iedereen zei tegen Charles Todd: Charles, mooi plan, maar je hebt geen gaat in je hoofd. Dat ga je niet doen. Ja. Hij heeft hem helemaal aangelegd. Hij heeft dat hele ding aangelegd. En dat vind ik zo ontroerend, hè. Van die mensen in de tijd van koningin Victoria. Het is wel erger geworden, hè? Het is zeker erger geworden. Als je dit vergelijkt met de 21ste eeuw... Nee, met jou. Met mij? Jij hebt het steeds vaker over steeds vroeger. Is dat erg? Nee, ik zeg niet dat het erg is, maar het valt mij gewoon op. Ja? Ik vind vroeger ook wel leuk, maar dan een beetje normaal vroeger, weet je wel. Gewoon Q&Q vroeger. Ja? Joop den Uyl vroeger. Dat vind ik ook al vroeger. Ja? Maar bij jou hoef je tegenwoordig na koningin Victoria niet eens meer aan te kloppen. Maar daar doe ik toch niemand kwaad mee? Nee, je doet ook niemand kwaad mee. Je moet een beetje op je eigen gezondheid letten. Daar gaat het me om. Jij wordt zo'n oude nostalg, man. Een oude nostalg? Ja, een ziekelijke nostalg. Oh. Jij bent nu al zo iemand, als jij 's ochtends om 9 uur een eitje eet, dan zit jij om 9:10 al met tranen in je ogen aan het eitje terug te denken. Want het was toch eigenlijk wel een schitterend eitje. En nu is het voorgoed verdwenen. Nu zullen de mensen nooit meer naar dat mooie eitje kunnen kijken. Hey, en dan laat je het volgende eitje laat je vast een replicaatje van maken. Ja. En dat zet je op een marmeren sokkeltje met een koperen plaatje er tegenaan. Het oude eitje. Ja. En dan komt het mooi in een nestje van houtwol in een vitrine. Zodat alle vrienden in het weekend kunnen komen kijken. Binnen een jaar ben jij de voorzitter van het eerste Nederlandse genootschap van de vrienden van het oude eitje. En over 20 jaar zit jij in een gigantisch scheefgezakt Amsterdams grachtenpand. Tot de nok toe volgestampt met oude atlassen en opgezette pinguïns. Zit jij midden in de nacht in je Rolling Stones t-shirt een boek te lezen? Je hart stopt ermee, je valt morsdood voorover op de grond. Volgende ochtend word je gevonden. En dan mag jouw familie die hele malle Pietje winkel naar de veiling gaan brengen. Ik heb tenminste nog een boek gelezen. Ja. Al is dat iets wat je in Nederland vooral niet meer hardop moet zeggen. Is dit nu opeens voor meninkje? Ik heb toch gelijk. Als je in dit land iets weet, dan word je toch niet meer serieus genomen. Het gaat er in Nederland niet meer om wat je weet, het gaat er alleen maar om wat je vindt. Als jij in dit land iets vindt, dan gaat iedere deur voor je open. Als jij iets vindt, dan kun je 7 dagen per week op de televisie aan een ovale tafel in een bak met borrelnootjes zitten graaien. Maar als je in dit land iets weet, dan smijt ze zo langzamerhand toch iedere deur in je gezicht dicht. Hey, mag ik heel even weten waar dit gedachtegoed opeens vandaan komt, borrelen?
Dat mag jij zeker weten. Dat komt voort uit een hele simpele vraag. Wat was er nou eigenlijk mis met het onderwijs wat wij gehad hebben? Niks. Daar was helemaal niks mis mee. Nee. Wij zaten gewoon op een degelijke ouderwetse school gemaakt van steen. Ja? Wij zaten gewoon in een klas. Ja. En voor die klas stond een leraar. Weet jij waarom die man zo heette? Die heette zo omdat hij jou graag iets wilde leren. En na verloop van tijd ging deze leraar controleren of het geleerde bij de zogenaamde leerling was aangekomen. Wat was er nou mis met dat systeem? Helemaal niks. Daarom is het nu nog steeds exact hetzelfde. Hoe het nu is, weet ik niet, maar vroeger was het beter. Ik heb toch gewoon gelijk. Wij zijn echt de allerlaatste generatie met nog een klein beetje parate kennis. Ja, dat is zeker zo. Tarwehavengerst, ettenbonen, suiker, pietenvlas. Sorry? Tarwehavengerst, ettenbonen, suiker, pietenvlas. Nou, dat bedoel ik. Zo'n rijtje. Dat zit in jouw hoofd. Zo'n rijtje heb jij paraat. Wat was dat in godsnaam voor rijtje? Landbouwproducten van Oost-Groningen. Nee. Of Drenthe, wacht even. Of nee, Drenthe. Of Drenthe. Kan ook Drenthe, want er was een ezelsbrug voor. De thee. Ja, begon met een thee. De thee. Tarwehavengerst, ja, thee. En Oost-Groningen eindigde ook met een thee. Net als Drenthe. Dus ja, dan klopte het. Maar dat is dan toch een mooi rijtje? Schitterend rijtje. Nuttig rijtje ook. Nou, dat dacht ik wel. Ik gebruik het nog wel eens, weet je dat? Dat bedoel ik. Ik gebruik het nog steeds. Ik kom wel eens een winkel binnen. Dan weet ik zo gauw niet wat ik moet zeggen. Tarwehavengerst, ettenbonen, suiker, bietenvlas. Een soort Gilles de La Tourette-kennis die dan ineens in mij omhoog. Nee. Dit is geen Gilles de La Tourette. Dit is dus parate kennis. Dit is precies waar het om gaat. Wow. Wij hebben het over de landbouwproducten van Oost-Groningen. En jij hebt zo'n heel rijtje paraat. Nee. Dingen weten, dat is zo belangrijk. Wie schreef het meesterwerk Titaantjes? Ja, Nesquio. Nesquio, ja. Oké, Nesquio. Wat betekent Nesquio? Weet ik niet. Weet ik niet. Heel goed, heel goed. We gaan het wat moeilijker maken. Multatuli. Wat betekent multatuli? Dat is Latijn, hè? Multatuli. Ik heb veel geleden. Ga door. Pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Prima, ga door. Schrijver van Max Havelaar. Kijk. Eerste zin Max Havelaar. Ik ben makelaar in koffie. Lauriergracht 37. Juist. Hey. Kijk nou toch. Jij weet dat. Ja. En dat geeft jou die onoverbrugbare voorsprong op al die apen die alleen maar weten wat Ajax heeft gedaan. Ajax heeft met 4-2 van een stel Zwitserse kaasboeren gewonnen. Ik bedoel, dat is toch drukknopkennis? Sorry? Ik vind dit drukknopkennis. Drukknopkennis? Ja, je drukt op een knop en komt er zo uit. Dit heeft niks kennis met drukknoppen te maken. Nee, het werkt toch altijd? Absoluut. Als ik tegen jou zeg, Rusland, Tsaren, Revolutie, Rasputin, Lenin, Stalin, Kolchos, Sovchos, Brezhnev, Gorbachev, Yeltsin, Poetin, Tsjetsjenië, Oblomov, sorry, uitgestrekte vlakjes, grote invloed. Ik zal nooit meer op de knop Rusland drukken, sorry. Maar snap je het nou? Dit is geen knop, dit is geestelijke bagage. Jij zegt Rusland en ik kan er meteen over meepraten. Ja? Dat heb jij ook. Als ik tegen jou zeg Amerika... 1492, Columbus, okay. Nieuwe Wereld, Bisons, Indianen, Mayflower, Pilgrim Fathers, Civil War, George Washington, Al Capone, Pearl Harbor, Kennedy, Nixon, Reagan, Clinton, sigaar, Bush, Irak, Bush, Irak, Bush, Irak, Bush. Ja, precies. En dit weten onze kinderen niet meer. Dit wordt aan onze kinderen niet meer geleerd. En dat is heel ernstig. Onze kinderen weten niet eens meer wie de eerder leefde. Karel de Grote of Karel de Vijfde. Ja, dat moet je wel weten. Dat is waar. Als je 12 jaar op school zit, dan moet je weten dat Karel de Grote en Karel de Vijfde, dat die in twee totaal verschillende tijden leefden. Dat moet je weten. Goed, neem een actueel voorbeeldje. Oké. Je leest in de krant, je wil ergens over meepraten. Ja. Slaat de krant open. Wat moet je nou weten over, over André Hazes? Bier. Nee. Amsterdam, nee. Gouden Kettingen, bier, ja. Rachel, okay. Bier, vlieger, brief. Nee, wacht. Eenzame kerst, ja. Pils, hoed, Heineken, zonnebril, puntbakkenbaarden, arena, Frits Barend, middenstip, urn, vuurpijl, André, bedankt. Ja, precies. Oké, is goed. Nee, maar dat bedoel ik niet. Dit bedoel ik niet. Wat ik wou zeggen is dit. Als je echt iemand goed wil begrijpen, dan moet je hem kunnen plaatsen in een kader. Mm-hmm. En dat kader is de vaderlandse geschiedenis. Ah, ja. En dat moet je hier in je achterzak hebben. Ah, jij wil Hazes eigenlijk zien tegen dat hele palet van die vaderlandse geschiedenis. Ja, niet speciaal Hazes. Maar waar zou jij dan beginnen? Met Hazes? Ja? Bavianen, Romeinen. Volkswagen, donker middeleeuwen. Bavianen? Ja, Bavianen. Batavieren. Batavieren, ja. Ja, nee, sorry. Hij doet het geëikte rijtje. Ja, okay. Batavieren, Romeinen. Volkshuizing, donker middeleeuwen. Normannen. Brandschatten, plunderen. Dorenstad, ja, Tanswijk, Beduursteden. Dat hele Hollands Gravenhuis, ja, Bourgondiërs, Jacoba van Beieren. Opstand, Spanjaarden, Willem van Oranje, Baltzar Gerard. VOC, Rembrandt, Pruikentijd, Jan Saligeest, ja. Slag bij Quatre Bras, ja. Thorbecke, Grondwet, Kinderwetje van Houten, Schoolstrijd. Ja, Hendrik Colijn, gaat u rustig slapen.
Westerbork, ja. Auschwitz, bevrijding, ja. Wilhelmina, Polygoonjournaal, Deltawerker. Zijn we er toch in getuind? Ja. Beatrix, ja. Paars, Pim Fortuyn, Heineken, Hazes. En nou gaat hij lezen. Ah, ja. Nou zie je André Hazes, ja. Voor je nou het weet je. Oh, wacht eens even. Dit heeft hij betekend voor ons. Ja. Jij hebt hem nu geplaatst van Hunebed tot Hazes. En daar gaat het om. Waar jij nou zo bang voor bent, is dat er dus nu alweer kinderen opgroeien die niet meer weten wie André Hazes was. Ja, precies. Want dan is de kans heel groot dat een verschijnsel als Hazes zich gaat herhalen. Ja. Jij mag het best van mij weten. Ik maak mij grote zorgen over dit land. Hele grote zorgen. Ik geef dit land nog 5 jaar. Hooguit. En dan zijn hier de apen definitief aan de macht. En wij moeten daar ten alle tijde tegen strijden. Zolang wij leven... Zolang wij adem hebben. Ja, ja. Het is overigens wel te allen tijde. Maar je hebt groot gelijk. Heel goed. Hier maak jij een hele dom fout. Ja, dat denk jij. Ten alle tijde. Jij maakt de fout. Nee, dat draait iedereen om. Nee. Het is ten alle tijde. Dat denkt iedereen. Nee, nee. Het is te allen tijde. Het is precies wat je niet denkt. Vraag maar aan Frielip Vleerlix. Die weet het ook. Te allen tijde. En ik ga naar huis. Want ik moet onderweg naar huis nog een pruikje ophalen. Ik moet volgende week nog de hele week Antonnen. Dus, Antonnen? Anton Geus, hè? Oh, nee, niet weer. Ja. Had ik je dat nog niet verteld? Ik heb een rolletje gekregen in een Japanse cultfilm. Die nemen ze in Amsterdam op in het Okura Hotel bij de Japanners. Ja. Maar ik heb als Geus maar een heel klein rolletje. Ik heb geen eens tekst. Maar ik laat het maar gewoon allemaal over me heen komen. Ze hebben tegen me gezegd, je gaat gewoon... Op een zaaltje zitten. Is like a woman, a very special woman, to be treated with respect and care. She is there to stay in a very special way, a comfort for the day when life is sad and gray. A book, a book, a book is like a lady, a very special lady, to be opened with respect and care. And finished with the game, not feel any shame, there's many, many more from where the first one came. Rum-bum-bee, rum-bum-ba, tiddly-dee and tiddly-da, rum-bum-bee, rum-bum-bang. That's what books are like. Jazeker. Spreek ik met de firma Arendt, mijn vertrouwde adres voor al uw kantoorartikelen? Ja, dag meneer Arendt, u spreekt met antiquariaat Olomov. Meneer Arendt, ik wou graag even de jaarlijkse bestelling doen. Ja, hier komt ie. 1 rol plakband en 2 bikpennen. Nee hoor, dat was hem. Ja, 2 bikpennen en dan wou ik graag de ouderwetse bikpen met de grote ronde knop. Niet de moderne Big Pen met dat zijknopje, want als je daar bijt, dan breekt het meteen af en dan heb je de hele pen niet meer, kan je niet meer gebruiken. Dus een waardeloze uitvinding. Dus ik wou graag de ouderwetse Big Pen. Oh, juist. En mag ik vragen, waarom is die precies uit het assortiment genomen? Ja, maar ik vraag het toch naar. Dan is er toch vraag naar. Hey, want u zegt net, er is geen vraag meer naar, terwijl ik mezelf heel duidelijk hoor vragen om deze Big Pen. Nou, ik zou zeggen, meneer Arendt, dan gaat u ze maar weer maken. Want ik denk niet dat uw superieur het erg op prijs zullen stellen als zij de jaarlijkse bestelling van antiquariaat Oblomov gaan mislopen. Hallo! Hallo! Zou u de stoel even hier... Goeiedag,
Gerrit Vonk. Er zijn hier aan de overkant enige bouwwerkzaamheden gaande. De geluiden hebben mij bereikt. Daar waren wij al bang voor. Daarom is het mij een groot genoegen om u mede namens de directie van Scheltema, Donner, Barnes, Nobles, Broezekeping en Verwijs Gian Notte Boekenconsortium een heerlijke fles Ruby kwaliteitsporto aan te bieden wegens eventuele genoten geluidsoverlast. Op zich vind ik dat... Maar ik zie dat u nog midden in een telefoongesprek zit. Ik ben nog even aan bellen, ja. Dat is natuurlijk heel onbeleefd. Ik wou dat graag even afmaken, ja? Daarom moet u de hoorn maar even snel weer neerleggen. Dan kunt u zich wijden aan de levende klant in de winkel en niet aan de mensen aan de telefoon. Als u hem daarop legt, dan gaat hij vanzelf uit. Heel goed, meneer Van Vleuten, want als u mij maar even wilt volgen... Ja. U bent zeer binnenkort onze kleine, bescheiden, maar daarom niet minder gewaardeerde overbuurman in de boeken- en media-kwaliteitsbranche. Heel fijn. En het is mij toegevallen u uit te nodigen plaats te nemen op uw eigen fraaie antieke stoel. Gaat u rustig zitten, dan geef ik u een virtuele rondleiding door wat hier aan de overkant verrijst... Nederlands eerste boekencolossarium. Daar zou je het hebben. 15 verdiepingen, zuivere leesbeleving. En mag ik u meteen een groot compliment maken met de geschiktheid van uw schedel voor deze PowerPoint-presentatie. Wij komen het boekencolossarium binnen op de begane grond, gelukkig maar. Rechtstreeks door het uit 16 draaideurcombinaties bestaande draaideurodorium. Een attractie voor de kinderen. Zijn we eenmaal binnen gecatapulteerd, bevinden wij ons meteen op de lange rode loper. Namelijk de Boeken Top 10 Toren Galerij. Precies wat de mensen willen. De ACO Boeken Top 10 Toren, de Bruna Boeken Top 10 Toren, de Libris Boeken Top 10 Toren, de CPMB Boeken Top 10 Toren, de HP De Tijd Fictie Boeken Top 10 Toren, de HP De Tijd Non-fictie Boeken Top 10 Toren, de Kinderboekenweken Boeken Top 10 Boekenweken Toren. En helemaal aan het eind van de Boeken Top 10 Toren Galerij, Geert Mak in een dikke trui op een poef. Want de vrouwtjes willen ook wat. Komen we parallel aan de Boeken Top 10 Toren Galerij in de Tea Room. De Tea Room heeft ook koffie- en chocolademogelijkheden en gebak in de muffinsfeer en een speciaal compleet limonadorium. Zijn we de Tea Room en het limonadorium uitgekomen, helemaal verzadigd, bevinden wij ons al meteen in het ontzagwekkend grote roltrappodroom. 175 roltrappen, maar wij hebben alleen die nodig naar de tweede etage, naar het Fantasy Palace. Alle boeken over fantasy, 1 hectare Harry Potter, 1 hectare J.R.R. Tolkien. Zeg maar al die boeken waarvan je als je uit hebt dat je ze zegt, ja, wacht eens even, dat ken niet. Komen we alweer op de derde etage bij het reis- en trekgebeuren. De reisboeken, de atlassen, de hebbendingetjes, de tapasbar, het backpackerscafé, de Lonely Planet Shoestring Climbing Wall, waar u uitgedaagd wordt aan uw eigen schoenveters naar de tiende etage te klimmen. En natuurlijk het Dolf de Vries rugzakgebeuren. Komen we alweer aan de vierde, vijfde en zesde etage, tezamenvormend het multimediarium. Audio, video, stereo, radio, cd, dvd, lp, mp3, 4, 5 tot en met 9. CD writable, CD rewritable, CD unwritable, CD unrewritable, CD herunrewritable, CD non-herunrewritable. En speciaal voor de liefhebbers van de CD-ROM, het CD-ROM-bombarium. Zijn we alweer op de zevende en de achtste etage, daar zal je ze dan toch hebben. De boeken. En wat voor boeken? We hebben esoterie, parapsychologie, religie, management, gezondheid, flora, stukje fauna, transport, stoomtreinen, racewagens, gezondheid, bevallingen, rotstuinen, kleine knaagdieren. Even een kleine vraag. Waar komt bij jullie precies de literatuur? Maar literatuur, die hadden wij gepland op het overloopje tussen de 12e en de 13e etage. Daar vindt u de kast Nederlandse literatuur, uiteenvallend in de segmenten Nederlands leesbaar, Nederlands onleesbaar en Nederlands volstrekt onleesbaar. En daarvoor, plat op een heel klein laag tafeltje, de gedichten, de poëzie, de rijmpjes, de versjes, de liedjes, de deuntjes. Zeg maar alles wat een beetje in de maat loopt en aan het eind van het woord globaal op elkaar lijkt. Tevens op de literaire etage, uniek voor dit continent, de literaire handtekeningen brasserie. Daar zal de heer Zwagerman en mevrouw Van Rooyen zullen daar op elke eerste maandag van de week mekaars boeken komen signeren. Tevens zal mevrouw Van Rooyen daar aan het eind van iedere sessie schrijlings met haar literaire muts op de kopieerapparaat gaan zitten. Zodat alle aanwezigen met een leuk aandenken weer naar huis gaan. Wordt het zoiets of wordt het heel wat anders, denk je? Ja, zoiets wordt het wel, ja. Ja, dat dacht ik al.
Je zit er niet ver naast. Nee, jij ook niet. Je vergeet alleen één aardig detail. Hè? Ze zijn dus inderdaad van plan aan de overkant, in het souterrain van dat gebouw, ook nog eens een antiquariaat te gaan beginnen. Nee. Ja. Dat zeg ik je nog, daar heb ik je nog voor gewaarschuwd. Precies. Hoe weet je dat? Dat heb ik van een goede klant van mij gehoord. Die was er trouwens wel blij mee. Die zegt, luister, het wordt 4 keer zo groot als Obermov. Dus wij hebben 4 keer zoveel keuze. Hey, maar jij hebt geen spijt dat wij zijn gestopt met theater. Wie levert hier nou de kwaliteit? Wie heeft hier nou het complete werk van Nesquio en Gerard Reven in eerste druk staan? Ben ik dat of zijn zij dat? Weet ja, ik, dat ja. ben ik dus. Ja, okay? En voor de rest, ik merk het wel. Ja, dat denk ik zeker. Hoezo, wat bedoel je? Dat je het wel merkt. Wat? Nee, het zou natuurlijk best kunnen dat de mensen tegen elkaar zeggen... joh, weet je wat, er staat zo'n gigantisch nieuw boekenpaleis. Ja? Laten we links liggen. Wij blijven de rest van ons leven onze eurotjes uitgeven... in het sympathieke winkeltje bij die geruite meneer die zoveel van boeken weet. Ja. En dat zou nou eens heel goed mogelijk zijn. En dan zijn. Denk ik zomaar dat de wereld zo niet in elkaar zit. Ga jij mij nou vertellen hoe de wereld in elkaar zit? Als iemand dat weet, ben ik het toch wel. Oh. Mag ik jou even uitnodigen voor een blik in deze wereld? Moet je nou kijken. Moet je kijken wat daar de hoek om komt rijden. Ja, die auto. Die auto, dat is dus een subwoofer op wielen met een aap achter het stuur. Die komt hier iedere dag bij de groenteboer zijn banaantje halen. Maar omdat hij daar zijn auto niet kwijt kan, zet hij zijn wagen midden op de stoep. Waarschijnlijk omdat de gemeente heel even vergeten is om speciaal voor hem een parkeerplaats met een rode loper, 2 flessen champagne en een compleet zwembad uit te graven. En dan zet die aap het portier van zijn wagen open en dan mogen wij 4 huizenblokken ver gaan meegenieten van de allerlaatste ontevreden negerhit. Van je rap en je hip-hip-hop en respect zus en respect zo. En daarom fuck your mother in de buurt. Ja. En moet je horen, ik vind het allemaal schitterende muziek hoor. En het mag de hele dag door de Nederlandse eter. Dankzij meneer Thorbecke en de vrijheid van drukpers. En de vrijheid van de dit en de vrijheid van de dat. En prachtige muziek. Maar nog niet heeft onze maatschappij kritische minstreel zijn eerste ton aan auteursrechten op zijn bankrekeningetje staan. Of dan zet hij zijn baseballpetje recht en verhuist hij naar het Gooi. Daar koopt hij een kasteel om de rest van zijn leven als alibi-bommel iedere avond 4 kilo kook door zijn neus te jassen. Ja. Ik zal je zeggen, wat hier iedere dag aan mijn raam voorbij trekt, is 1 grote, ellendige, misselijkmakende karavaan van analfabeten, quizmasters, gepomandeerde showadvocaten, vastgoedapen, plastische chirurgen, kolombakkers, 06-hoeren, bumperklevers, voordeelpakkers, talpa-idioten en al die anderen door de mazen van het evolutienet geglipte mislukte levensvormen. Maar ja, luister, als je dit soort dingen in Nederland nog hardop durft te zeggen, dan moet je dezelfde avond bij Barend en Van Dorp aan tafel komen. En daar word je op het matje geroepen door een blauwe reclameleeuw. Ja. Maar misschien dat ik het allemaal verkeerd zie, hoor. Nee, joh. Ik ben maar simpel boeken verkopen. Nee, joh, helemaal niet, man. Okay. Hier was geen woord Spaans bij. Dat dacht ik ook. Schitterend, jongen. Een groot staatsman is geboren. Hier, met dat kapsel ben je in je eentje goed voor 26 zetels. Peter R. van Vleuten gaat naar het Binnenhof. Hey, daar gaat het mij niet om. Mag ik je nog een laatste tip geven? Mijn mening... Voor jij straks de troonrede zit voor te lezen als baas van Nederland... zorg eerst even dat het winkeltje van je niet failliet gaat... want het staat een beetje slordig op je cv. Zullen wij nou gewoon 1 ding afspreken? Dat jij je geen zorgen meer maakt over mij en mijn winkeltje? Oh, nee. Ik weet niet of het is opgevallen, maar dit is de eerste plek in mijn leven waar ik mij op mijn gemak voel. Ja, tuurlijk, joh. Nee, maar dat is ook schitterend. Dit is mijn paradijsje. Ja, de buitenwereld deugt niet. Je hebt gelijk, want de hele buitenwereld kan in de stront zakken. Ja. Iedereen is gek en geschift. Maar dit winkeltje is een baken van redelijkheid en het loopt als een trein. Hartstikke goed. En nou gaat ze jasja. Moet je hem zien lopen. Nou kan die discussie niet winnen. En nou gaat hij weg. Nou wordt er geen poort meer gedronken. Dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Dit vind ik heel ik moet gewoon naar mijn werk, is dat gek? Ik moet nog naar een reclamebureau, ik moet nog een stemmetje inspreken. Hoe kon ik het vergeten? Ja, gaat een stemmetje inspreken? Ja, gaat een stemmetje inspreken? Ja, ben ik nou toevallig goed in? Nee, prima, ga zijn de mensen bereid om veel geld ervoor te betalen, ja? Prima. En kan ik centjes verdienen om een gezin te onderhouden? Ja, hoor. Dat is een heel raar systeem. Leg het nog wel eens uit. All the books in the world are an infinite list, oceans of knowledge and wit. Oh, try to think of a book that does not exist, and I'll bet you will never find it, 'cause there
all books about philosophy, theology, and industry, economy, psychology, and travel, food, and heraldry. Books about zoology, and botany, and poetry, linguistics, and astronomy, and books about the sea. Yes, books about the sea. Rum, dum, diddle, dee, dee. There are books about Zimbabwe, Madagascar, and Guyana, books on what a girl can do with a cigar and a banana. Books on cookery and butchery, on comedy and tragedy. So many books they hardly fit within this little melody. Rum, dum, diddle, dee, dee. Rum, dum, diddle, dee, dee. There are books about biology, neurology, Scientology, on telegraphs and history and Bible bimbology. On musicals and chemistry, on what the human eye can see. There is a book for you and one for me, most probably. There's a book for you and there's a book for me. Daar is hij weer, Bub de faillissementsclown. Hey, Bub de faillissementsclown, voor als je net failliet bent of het nog net niet bent. Hey. Rij maar een dichter zonder een gestreepte jasje op te lichten. Hey, dag bijna failliet meneertje. Kijk eens wat vrolijker, dat zijn klanten, die moet je een beetje entertainen. Pa, 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 ga je met de vijf kerel. Altijd blijven lachen is belangrijk. Altijd blijven lachen en oh, 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 oh. Moeilijke boek allemaal. Dat begrijpen de mensen toch niet? Die zijn veel te moeilijk. Dat snappen ze niet, dus dan kopen ze het ook niet. Geen wonder dat je failliet gaat. Hoho, meesters der schilderkunst, zeg. Kwasie Mondriaan, kwasie Mondriaan. En zie je kwasie staan? Kom Mondriaan eraan. Hey. Jongens, Piet Mondriaan geeft een vierkantje voor de hele zaak. Ja, zeker. Vergeleken bij dit vind ik de hoofdpiet een wonder van acteertalent. Wat is dit nou? Moest je nou weer toevallig in de buurt zijn? Ja, ik moest hier langs. Kan toch? Waarom laat jij mij dan niet gewoon met rust? Ja, en dan? Ja, en dan niks. Juist. Kijk, dat wou ik even horen. Dan niks. Als ik hier niet meer kom, is er dus helemaal niks meer. Maar ik heb niet de indruk dat ik helemaal tot jou doordring. Want ze gaan wel open, hoor, aan het eind van de week begint. Ze gaan open? Ja, grootscheepse opening daar. En hoe weet jij dat? De hele straat hangt vol met posters. Iemand die nog wel eens op straat komt, die heeft dat gezien. Nou, oké, dan zou ik zeggen, ze gaan open. Gefeliciteerd, prima. Maar wat ga je eraan doen? Wat ga je ondernemen? Ik wacht. Hij wacht. Ik wacht, ja. Ken jij Paul Wittgenstein? Nee. Nooit van gehoord. Paul Wittgenstein. Nee. Paul Wittgenstein was een wereldberoemde Oostenrijkse concertpianist. Uit de tijd van koningin Victoria. Nee, net daarna. Eerste Wereldoorlog. 1914-1918. In augustus 1914 breekt in West-Europa de Grote Oorlog uit. De Eerste Wereldoorlog. Dat betekent dat alle mannen van West-Europa die moeten de loopgraaf in. Allemaal. Ze moeten allemaal naar het front. Het maakt in die tijd dus niet uit wat je bent. Of je nou van adel bent of een simpele kolensjouwer. Iedereen ging. Maar concertpianisten ook? Ja, die ook. En schilders, en schrijvers en dichters. Allemaal. In december 1915 staat Paul Wittgenstein tot zijn nek in de loopgraven. Hij kijkt uit over niemands land. En dan kijkt Wittgenstein per ongeluk iets te hoog op zijn horloge. Bam! In één keer die hele rechterarm eraf. Oké, goed. Rechterarm kwijt, dat betekent voor jou is de oorlog afgelopen. Je mag naar huis. Geluksvogel. Ja. Maar ja, goed, dan zit je dus thuis en dan ben je een Oostenrijkse concertpianist met één arm. Ja, dat staat niet zo lekker in de Gouden Gids. Ja? Maar dan Wittgenstein. Wittgenstein was een tijdgenoot van Maurice Ravel. Nou, die ken je. Nee, Ravel. Ravel, ja. De allergrootste Franse componist die er ooit geweest is. Bolero van Ravel, hè? Onder meer. Oké, goed. Wat doet Wittgenstein? Wittgenstein schrijft een brief aan deze grote Ravel. Met zijn linkerhand, hè? Ja, daar gaat het niet om. Nee. Hij schrijft een brief. Nee, maar omdat hij geen rechterhand meer had, dacht ik. Ja, nee, ja. Met zijn linkerhand. Nee, maar kun jij je voorstellen dat jij een brief schrijft aan Ravel? Ja. Dat kun je je voorstellen? Nee. Nee, luister, je schrijft een brief en die komt inderdaad aan bij Ravel. Ja. Nee, luister, je bent een tijdgenoot van Ravel.
Je loopt in die dagen door Parijs. Wie staat er bij de slager? Ja. Ravel. Kan je niet voorstellen. Ik snap wat je bedoelt. Is zo'n legende. Juist. Dat je kan je niet voorstellen dat je met hem in dezelfde tijd leeft. Onbegrijpelijk. Zoals mensen over 100 jaar zich gewoon niet zullen kunnen voorstellen dat je in onze tijd op straat gewoon Tony Eijk kon tegenkomen. Wat denk jij nou dat heeft gestaan in die beroemde brief van Wittgenstein aan Ravel? Kom op, jij bent een slimme jongen, gymnasium. Het was een brief in het Frans. Doe mee. Cher monsieur Ravel. Oui. Je suis Paul Wittgenstein. Oui. Pianiste célèbre. Célèbre, oui. Enfin, grande guerre, horloge, pif, paf, pouf, main droit, perdu. Enfin, pianiste, problème, pas de jouer. Enfin, lang verhaal kort. Nee. Dit stond in de beroemde brief van Wittgenstein aan Ravel. Meneer Ravel, mijn naam is Paul Wittgenstein. Ik was een concertpianist. Maar in de grote oorlog heb ik mijn rechterarm verloren. Alsjeblieft, meneer Ravel, kunt u voor mij een pianoconcert schrijven alleen voor de linkerhand. Maar dan zo dat het klinkt alsof het gespeeld wordt door twee handen. Maar dat is natuurlijk een godsonmogelijke opdracht. Hoe moet je dat doen? Ja. Wat doet Ravel? Hij neemt de opdracht aan. Tuurlijk! Ravel wist waar het over ging. Ravel was er zelf bij. Verdun 1916. Daar zat Ravel bij het ambulancepersoneel. Hij heeft de dood van dichtbij gezien. Ravel schrijft dit concert. Wittgenstein studeert het in. Groot moment. Wenen 1931. Wereldpremière. Concert pour la main gauche par Maurice Ravel. Ravel was er zelf bij. Rij 16, stoel 32. En dan begint het. De 28 magische minuten. Eerst heel langzaam in het orkest. En dan... Bam! Die krankzinnige linkerhand. 28 minuten dartelt hij over het klavier. En verdomd, je hoort gewoon twee handen. En dan de beroemde slotmaat. Tikketikketik. Bam! De mensen in Wenen zijn eerst een paar seconden stil. Nog nooit hebben ze zoiets gehoord. En dan gaan ze staan in Wenen. 1500 man. In één keer uit die stoelen omhoog. Minutenlange ovatie. Er zijn mensen met tranen in hun ogen. Ze waren erbij. En daar zit de grote Ravel, ontroerd, verbijsterd. Hij wurmt zich tussen het publiek. Hij gaat naar de kleedkamer. Daar zit een totaal uitgeputte Wittgenstein. Ravel loopt op Wittgenstein af. Ravel geeft Wittgenstein een hand. Linkerhand. Het was Maurice Ravel. Ravel, die had toch wel zijn recht. Wat maakt dat nou uit, man? Daar gaat het toch niet om? Het gaat toch om het historische moment? Er staan twee giganten van hun tijd tegenover elkaar. Er is iets gebeurd. Ja. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Linksom, rechtsom, zo om zo. Ze hebben elkaar een hand gegeven. Daar gaat het om. Gewoon gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd! Ontroerend moment uit de 20e eeuwse muziekgeschiedenis. Ravel Wittgenstein. Daar staan ze, wenen, oog in oog. En dan zegt Ravel, meneer Wittgenstein, dank u wel voor deze avond. Ik heb alleen één vraag, meneer Wittgenstein, een simpele vraag en ik wil graag een simpel antwoord. Wat heeft u met mijn muziek gedaan? Ik was erbij en ik heb de hele tijd noten gehoord die ik niet heb geschreven. De hele avond hoor ik akkoorden die niet in mijn partituur staan. Wat heeft u met mijn muziek gedaan? En toen zei Wittgenstein, die muziek? Dat klopt, meneer Ravel, ik heb hier en daar wat nootjes veranderd, want het klonk niet zo. God, zei hij tegen Ravel? Tegen Ravel, het klonk niet zo. Alsof je tegen Rembrandt zegt, meneer Van Rijn, ik heb op de nachtwacht wat poppetjes uitgegumpt, het werd een beetje druk in het midden. Hey. Snap jij nou waar dit over gaat? Ja. Waarom zijn mensen niet in staat om eens een keertje met hun poten ergens af te blijven? Waarom moet alles altijd anders? Kijk hier eens om je heen, hier in deze buurt. Hier hoeft er niks anders. Het was hier goed zo. Ja. Ga jij er nou zelf nog naartoe binnenkort, naar die opening? Ken jij het principe van een winkel? Het principe van een winkel is dat je open bent omdat je zoiets hebt als klanten. Ja, het was weer dringen vanochtend om binnen te komen. Dus weer... vechten. Het zou misschien wel iets voor jou zijn, hè, zo'n opening. Een opening? Ja. Dat is toch eigenlijk veel meer jouw wereld, zo'n opening? Zo? Jij kan daar zo naar binnen lopen, toch? Moet je kijken, man. Je hoeft je echt niet te verkleden. Je kan zo naar binnen. Welk typetje mag ik voor je doen? Ja. Anton Geijzer, ja, misschien. Anton Geijzer, ja. Ga maar. Dat is een flauw man. Hou er nou eens over op. Geef zelf eens een keer toe dat je ongelijk hebt. Dat mag best, hoor. Dat is hier niemand. Je kan gewoon tegen mij zeggen, ik heb ongelijk, sorry. Waarin? Dit hele gedoe. In dit hele winkelgedoe van jou. Geef nou gewoon toe dat het niet gelukt is. Je hebt je kans gehad, je hebt je best gedaan, petje af, het is niet gelukt. Hoezo? Je hebt ongelijk gehad. Verkoop die hele tent, ga van de opbrengst lekker een weekendje naar Terschelling met je vrouw. Sloes.
Het gaat mij niet om geld. Het gaat mij om kwaliteit. Het gaat mij om boeken. Dat hele geld interesseert mij geen fuck. Jij weet dat. Ja. Geld interesseert mij niet. Is ook zo. Dat was ik vergeten, man. Het gaat niet om geld. Tuurlijk niet. Oh. Heb je groot gelijk in. Dat is heel belangrijk. Het gaat niet om geld. Je hebt trouwens eigenlijk altijd gelijk. Dat is het mooie van jou. Hoezo? Je hebt altijd gelijk, man. Dat wij zijn gestopt met theater. Had je er ook al gelijk in? Tuurlijk. Ja? En dat onze kinderen niks meer leren op school. Heb je gelijk in. En sowieso, dat vroeger alles beter was, heb je volstrekt gelijk in. En Bub Fuik is een volkomen normale naam. Het treft me nu opeens. Jij hebt eigenlijk altijd overal gelijk in. Chapeau. Waar ga jij nou eigenlijk heen? Ik ga nog even een frisse neus halen in de 21ste eeuw, als je het niet erg vindt. Mag ik jou een advies geven? Doe er vooral mee wat je zelf wil. Ga jij eens in je leven, voor één keer als jezelf. Geen probleem. En als je dan nagaat hoe het is afgelopen met de grote Maurice Ravel. Ravel zat in 1937 in een taxi in Parijs. Opeens komt er een auto van rechts en die boort zich in die taxi. Ravel overleeft het ongeluk, maar soms moet je toch afvragen, wat is eigenlijk overleven? Want Maurice Ravel komt eruit met blijvend hersenletsel. Hij kan nooit meer componeren. Moet je nagaan, je hele lichaam, je hele wezen, je hele geest is muziek. Maar juist die muziek, die kan er nooit meer uit. De laatste maanden van zijn leven zit Ravel als een verslagen oude man op een stoeltje een beetje naar buiten te staren, nauwelijks meer in staat om te praten. Af en toe komen de vrienden van hem langs en die vragen Maurice, hoe gaat het met je? En dan zegt Ravel, ik wacht. Heren, het is tijd voor het officiële gedeelte. Hallo, dames en heren. Misschien heel even checken. Ja. Ja, hij doet het wel, gelukkig. Dames en heren, als iedereen even deze kant op wil keren, dan kunnen wij overgaan tot... Ja? Dames en heren, mag ik even aandacht voor de statuut en reglementen? Ja, dacht ik al. Nou ja, u heeft het gemerkt, Erik van Muiswinkel. Men heeft mij gevraagd hier vandaag dit magistrale stuk moderne architectuur voor u te openen. En nou, dat doe ik graag. Er is in mijn vak één gulden regel die zegt, je kan wel nee zeggen, maar dan ben je de volgende keer de verdrietig. Je loopt langs zo'n gebouw, je denkt, verdorie, wat een mooi gebouw. Dat had ik kunnen openen. Maar waar gaat het om? Toen hier zo'n 2,5 jaar geleden de eerste palen de grond in gingen, met die machtige bouw- en heigeluiden, toen hoorde je daarnaast meteen al die benepen Hollandse geluiden in de trant van, wordt het niet allemaal veel te groot? En wat moet het wel niet kosten? En komt dat ding niet in mijn zon? En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het gênant. Altijd in Nederland dat soort geluiden. Ik moet dan altijd meteen denken aan Sir Charles Todd. Wijlen die fantastische 19e-eeuwse Engelse ingenieur die dwars door Australië een complete telegraaflijn aanlegde. 28.000 palen liet hij slaan in een tijd zonder elektriciteit. Iedereen zei, Charles Todd, je bent gek, dat lukt nooit. Wat deed Charles Todd? Hij legde hem aan. Van Adelaide helemaal naar het noorden. En heel veel mensen kennen dat verhaal niet. Ik ken het wel en daarom ben ik er zo trots op. Charles Todd zag de toekomst. Wij zien de toekomst. Daarom open ik dit gebouw. Dat het hier staat, danken wij uiteindelijk natuurlijk aan de lef en de visie van de directie van Schelte Madonna, Barnes Nobles, Boezekemer, Verwijs, Gianotte, Boekenconsortium. Namens deze mensen wil ik toch eventjes iets zeggen tegen de eeuwige dwarsliggers. Hè, tegen de notoren, zure, negatievelingen die er altijd zijn. Ook hier in deze buurt. Ja, ik heb ze zelf gesproken. Tegen dat soort mensen zeg ik altijd, blijven jullie nou vooral lekker rustig slapen. Hè? Jullie waren in 1839 al zo bang dat de koeien zure melk zouden gaan geven, omdat de eerste trein langs zou komen daveren. Nou, ik heb groot nieuws. De trein naar de toekomst is alweer vertrokken. En wij hier zijn vast ingestapt. Maar ik sta hier alweer veel te lang te babbelen. Het gaat hier vandaag niet om mij, het gaat om u. U wilt hier langzamerhand wel eens door deze grote deur naar binnen. Ik heb een laatste tip voor ik het vergeet. Als u straks het hele gebouw rond bent geweest, neem nog even een kijkje in het souterrain. Daar vindt u een weergaloos mooi antiquariaat. Tweedehands boeken, u weet het wel. Hoge kwaliteit, 4 keer zo groot als wat u tot nu toe in deze buurt gewend was.
Men heeft mij gevraagd, zou je daar apart eventjes aandacht aan willen besteden? Doe ik graag. Is nu het moment aangebroken van de officiële opening. Daarvoor gebruik ik graag de woorden van een befaamd Eindhovens cultuurfilosoof. Die wij allemaal nog wel kennen uit een hele andere context. Dames en heren, genodigden, als veelgevraagd lintenknipper werk ik al jarenlang tot genoegen met de 3G's. Geweldig, gefeliciteerd en godverdomme dat jullie mooi gewoon neergezet. Dank u wel. Dank u. Dat zou jij nooit doen. Nee, dat zou ik nooit doen. Nou, ik moet er in ieder geval heel goed over nadenken. Goed over nadenken? Ja, ik vind het wel een hele lastige beslissing. Een lastige beslissing? Ja. Waar heb je het over? Hier heb ik het over. En wat is dit? Dit is een zogeheten authentieke geachte heer Van Muiswinkel, zoals u wellicht hebt begrepen. En wij zouden het zeer op prijs stellen, een brief. Ja. Daar staat het namelijk allemaal in. Kijk maar. Grootscheeps opening, Media Palace, zo gaat het ding heten. Opening speech, maximaal 10 minuten. Eventueel als een van uw befaamde typetjes. Nou, wap. Excuses, krap budget, 8.500 euro. Nou, vooruit. Beseffen dat het kort dag is, maar hopen desalniettemin positieve reactie. Mede namens directie, pap. Dus dat zijn wel de dilemmaatjes. Op een dag sta je toch op dat lijstje van 5 bekende Nederlanders die dit soort objecten mogen openen. En je kan wel nee zeggen. Maar jij doet het niet. Nee, maar luister, het gaat wel om een boel geld, vader. Hey, ja. 8.500 euro, zeker nou wij niet meer in theater staan. Jij doet het niet. Dat zeg ik toch ook niet? Ik schets alleen even de dilemma's. Ik heb toch geen ja of nee gezegd? Het is wel erger geworden. Nou, zeker als je ziet wat bedrijven over hebben voor een lullepotje. Nee, met jou. Het maakt jou helemaal niets meer uit wat jij opent, zolang het maar schuift. Als Al-Qaeda aan jou vraagt of jij een grottencomplex wil openen... Dan sta je daar ook over 2 dagen met je plakbaard en je kromzwaard en je kameel en je waterpijp. Ja, nee, dat is niet waar. Jij staat daar gewoon. Het is een lulvergelijking. Dat ding wordt toch geopend. Ja. Dat wordt geopend. Of ik dat doe of iemand anders, maakt niks uit. Het is precies waar het om gaat. Exact waar het om gaat. Of jij dat opent of heel iemand anders. Nee. Dit gaat over vriendschap. Wacht even. Het gaat over vriendschap. Dat dacht ik wel, ja. Ha, op die fiets. Nee, maar dat snap ik niet. Maar je bedoelt die vriendschap dat ik het hele afgelopen godganselijke jaar met bloed in mijn schoenen heb lopen snabbelen voor mijn gezin. Maar wel iedere vrije minuut die ik had hier bij jou in de winkel ben langsgekomen. Met een lekker flesje port en een stukje speculaas. Ja, omdat jij dat altijd al zo lekker vond. Je bedoelt die vriendschap dat ik de ene hint naar de andere uit mijn mouw heb lopen schudden. Dat bedoel je. Wat voor hint? Wat voor hint? Ja, het is je geloof ik niet helemaal opgevallen. Maar ik heb het wel 10 keer gezegd, man. Wat heerlijk dat we niet meer in het theater staan. Heb jij ook geen spijt dat we niet meer in het theater staan? Je had toch 1 keer terug kunnen zeggen... Nou, ik vond het eerlijk gezegd een hele leuke tijd met jou in het theater. Hebben we toch samen wat bereikt in het theater? Dat heb ik je niet horen zeggen. Dan vind ik het eerlijk gezegd de fucking limit. Luister. Dat ik daar uiteindelijk wel helemaal naartoe moet. Omdat jij nog te lamlendig bent. Omdat ik tegen die mensen moet zeggen... Ook nog een antiquariaat in je souterrain. Zou je dat nou wel doen? Nou moet je even stoppen. Ik ben dat even... Jij bent naar de overkant geweest. Heb jij met die mensen gepraat? Ja. Waar bemoei jij je mee? Moet ik toch zelf weten? Dit is toch mijn winkel? Dit zijn mijn zaken. Daar heb jij niks te zoeken. Dit zijn mijn zaken. Ik heb gezegd, het gaat om mijn beste vriend. Dat heb ik gezegd. Oh ja. Ik heb gezegd, zie je dat winkeltje daar? Het is een sympathiek winkeltje. Weet je wie daar de eigenaar van is? Dat is mijn beste vriend. Die gaan jullie daar wegconcurreren. Die jongen gaat er kapot aan. Het gaat ten koste van zijn persoonlijke gezondheid. Ik kan het nou wel aan hem zien. Nou ja, goed, daar konden zij dan geen rekening mee houden. Dat snap ik dan ook wel weer. Het zijn gewoon zakenmensen die moeten winst maken. Maar het is toch te gênant voor woorden. Dat ik daar uiteindelijk weer helemaal naartoe moet. Omdat jij niet in staat blijkt te zijn om die ribbloek van je in beweging te zetten. Om die 2 saté-stokjes 25 meter over het zebrapad te dirigeren. Om godverdomme eens een keer voor je eigen belang op te komen. Dan moet ik het weer doen. Ik had het liever niet eens verteld, weet je dat? Ik had het liever stilgehouden voor je. Zodat je jezelf respect had kunnen bewaren. Maar dat kan nou niet meer. Terwijl ik heb er alles aan gedaan, hoor. Het spijt me wel. Maar iedere keer als ik hier op het toepje verschijn, ik kijk naar binnen, wat zie ik? Een kale, rankeneuze, tweedehands boekenkabouter. In een zelfgeknipte beddensprei. Ik kan de asbak op de rug nog zien staan. Hier binnen zitten verschimmelen tussen zijn boeken. Die de straat niet meer opkomt, maar die wel over de buitenwereld... de volgende parmantige theorie heeft. Dit deugt niet, dat deugt niet, dat was vroeger beter. Die is een aap en die moet dood. Ik herken jou niet meer, man. Echt niet. Jij bent een hele nare karikatuur geworden... van wat ooit mijn beste vriend was. Jij doet dit niet. Simpel.
Dit is nou een goed boek, man. Hier, dit moet je nou eens lezen. Kijk, hoef je lekker nooit meer naar buiten. Jongens waren wij. Maar aardige jongens. Al zeg ik het zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn wij. Behalve Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen? We zouden hun wel eens laten zien hoe het moest. We, dat waren wij met z'n vijf. Alle andere mensen waren ze. Ze die niets snapten, ze die niets zagen. Ik weet wel zeker dat Nesquio op school niet meer gelezen wordt. Tuurlijk niet. Nesquio staat niet op de lijst, want Nesquio is nooit verfilmd. Maar wel weet ik zeker dat in de magistrale openingsregels van Titaantjes, daar staat ook het portret geschilderd van mijn generatie. Ja, want wij waren ook jong. Wij waren ook helden. Wij hadden ook onze dromen. Ook wij zouden van alles opknappen. En ook wij zouden ze wel eens laten zien hoe het moest. En ons is het gelukt. Het is ons allemaal gelukt. En je kon het op de klassenfoto al zien. Bankdirecteur, chirurg, iets hoogs bij de politie, jurist, leraar Duits, theatermaker. Ons is het allemaal gelukt, ons allemaal. Behalve Sjaak. Die niet. Sjaak was een briljante jongen, een wiskundig genie. Ik snapte helemaal geen ene reet van wiskunde. En daarom zorgde ik er wel voor dat als wij een proefwerk hadden, dat ik naast Sjaak kwam te zitten. Waar hij altijd zat, daar. Aan de zijkant van de klas, altijd weggestopt in een hoekie. En dan schreef hij altijd extra groot, zodat ik een heel klein beetje bij hem kon afkijken. Dat was Sjaak. Maar Sjaak was wereldvreemd, zoals dat heet. Sjaak was zo verlegen dat hij nooit uit zijn woorden kon komen. En eigenlijk altijd dichtklapte als er iets meer dan 2 of 3 mensen om hem heen stonden. Kijk, op die school van ons, daar ging het nog wel. Daar werd hij een klein beetje door ons in bescherming genomen. Maar later, in diezelfde buitenwereld, waartegen wij ons allemaal zo goed gewapend hadden, daar ging het niet. En daar werd voor die briljante jongen ieder sollicitatiegesprek een complete ramp en een totale mislukking. En daarom heeft Sjaak het moeten afleggen tegen die godverdomde ding. Nesquio weet wel hoe je dat op moet schrijven. Godverdomde ding. Ik ben hem nog 1 keer tegengekomen op straat, heel toevallig. We raakten aan de praat en toen bleek, Sjaak was helemaal niks geworden. Nou ja, niks. Hij deed iets met computers. Als jouw computer was vastgelopen, dan kon je Sjaak bellen. En voor een klein bedragje bracht hij jouw computer dan weer aan de praat. Maar er was natuurlijk nooit veel gebeld. En toen was de lente gekomen, eindelijk, het mooie weer. Iedereen had er weer zin in, iedereen maakte weer plannen. En toen op een avond is Sjaak zelf vastgelopen. Hij stond voor het raam een beetje naar buiten te kijken en dat was het. Die avond heeft hij pillen ingenomen, maar net te weinig pillen. Zijn buurman had hem zien liggen, hij had hem meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar hadden ze zijn maag leeggepompt. En een paar uurtjes later zat Sjaak gewoon weer thuis op de bank met nog die hele lente voor hem. Ja, hij kon er wel om lachen. Te weinig pillen. Hoe had uitgerekend hij zo'n stomme rekenfout kunnen maken? We waren aardige jongens. Al zeg ik het zelf, maar wat wisten wij nou eigenlijk? Wat wisten wij nou toen we ons jong en veilig voelden achter die bruine klapdeuren van die school van ons? Wat wisten wij nou eigenlijk? En ik denk het nog steeds, 30 jaar later. Wat weten wij? Tarwehaver, gerst, ertebonen, suiker, bieten, vlas. Dat weten we. Maar hoe oneerlijk het leven kan zijn, juist dat hebben ze ons nooit geleerd. Weer was de langste dag voorbij. De dagen korter, nog nauwelijks merkbaar, maar wij wisten het. Ook aan deze zomer zou ooit een einde komen. En toen zei Bavink, ik word een beroemd man. Zoals een ander zou zeggen, ze hebben me een dubbeltje te veel afgezet. En wij voelden ons bekocht. Wij alle drie. Bavink, Becker en ik. There's one great book that every man must read from end to end. From the humblest little farmer to the mighty president. This one great book that all of us must finish one fine day. And whether we will like it or detest it, who will say? The Book of Life, the Book of Life by Father Simon, Nature and his wife. On every page a different age from 0 to 95. It's a gift to all humanity, the cheapest book in history. You're getting it for free, rum-dum-diddle-dee-dee. Now
There's one great book that every man must read. Every man must read from end to end. To the farthest lady, to the mighty president. This one great book that all of us must finish one fine day. And whether we will like it or detest it, who will say? The book of life, the book of life, by father, time, and nature is wife. On every page, a different age from 0 to 95. But never has a reader read his final chapter far ahead. For then he must be dead. Rum dum diddle dead. But never has a reader read his final chapter far ahead. For then he must be dead. Wat ik al een tijdje vergeten te zeggen, en dat begint mij zo langzamerhand te irriteren. Vlak voor het einde van de voorstelling heb jij zo'n hele tirade tegen mij over vriendschap. Ja, ja. Jij staat enorm tegen mij te toeteren. Ja. Jij zegt op een gegeven moment tegen mij, jij bent een hele nare karikatuur van wat ooit mijn beste vriend was. Ja, die zin. Ja. Die zin. Kan je dat woordje nare, zou je dat kunnen veranderen in treurige? Vind je nare, dat vind je dan te hard of zo? Ja, moet je me voorstellen. Ik bedoel, ik sta hier, ik mag niks zeggen, ik mag me niet verdedigen. Jij staat met te toeteren. Ja, ja, dat is voor mij niet leuk. Nee. Ik sta hier voorkomen voor lul. Nee, oké. Okay. Maar dan een zielige karikatuur. Nee, van wat ooit nee, een treurige karikatuur. Treurige karikatuur. Ja oké. Okay. Dus wat wordt het dan? Jij bent een hele treurige karikatuur van wat ooit mijn best vriend. Dat blijft hetzelfde. Ja. Nou, dat wil ik morgen best proberen meteen dan. Morgen meteen? Ja, dat is goed. Oh, dat zou ik te gek vinden. Ja. Moet je me wel even vlak voor de voorstelling helpen herinneren? En voor we opgaan dat je fluistert, terugkijken. Ja, oké, prima. Nee, doen we morgen. Mooi. Maar waar staan wij morgen? Morgen staan wij in Roosendaal. MUZIEK